Goeiedag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag. We starten deze aflevering met de onlangs gepresenteerde COVID-maatregelen. De algemene maatregelen blijven van kracht. Dat zijn de Mohana-maatregelen. Mondkap op, handen wassen en de 1,5 meter afstand in acht nemen. Het uitgaansverbod is vanaf 18 oktober tot en met 15 november dagelijks van 9 uur tot 5 uur. Dat wil zeggen dat niemand tussen 9 uur 's avonds en 5 uur in de ochtend zich op de openbare weg mag begeven, met uitzondering van de essentiële diensten. Het is aan ieder verboden zich in de periode van 3 november 2021 om 9 uur tot en met 5 november 2021 om 5 uur in heel Suriname op de openbare weg te begeven of te bevinden. Dit omdat 4 november een nationale vrije dag is in verband met het Diwali-feest. Contactsporten zijn weer toegestaan, maar zonder publiek. Zorgt u er dus voor dat u zich netjes houdt aan deze regels. Zo alleen kunnen we spoedig uit deze ellende komen. Dat het Delta-variant zeer gevaarlijk is dagelijks te merken aan het aantal doden en het hoog aantal besmettingen. Alleen gisteren zijn er meer dan 50% mensen positief getest en dat is enorm. Het aantal besmettingen moet onder de 10% liggen om over te kunnen gaan tot nog meer versoepelingen. En hoe kunnen we dat doen? Door ons te laten vaccineren. COVID-19 kan een slopende ziekte zijn en het valt niet te voorspellen hoe ziek je ervan wordt. Je kan een milde versie doormaken met symptomen die doen denken aan een griep. Maar sommige mensen worden helaas veel ernstiger ziek en hebben zelf intensieve zorg nodig. Vaccins gelden als de veiligste, succesvolste en goedkoopste manier om ziekte te voorkomen. De coronavaccins zijn erg doeltreffend. De kans dat je na vaccinatie nog COVID-19 oploopt is dus nu veel kleiner dan wanneer je je niet laat vaccineren. Het vaccin beschermt het individu. Maar als voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan is een groot deel van de gemeenschap beschermd. Als je laat vaccineren, bouw je dus mee aan groepsimmuniteit om zo controle te krijgen op dit virus en het uit de samenleving te krijgen. Laat ons deel zijn van de oplossing. Laat ons doen wat we mogelijk kunnen doen om onszelf te beschermen. Onze samenleving daarbij te beschermen en weer terug te gaan naar het nieuwe normaal. So, take your time, make a right choice en vaccineer jezelf. Ik heb ook oudjes in huis, dus tot nu toe zijn we gezond. Maar je weet maar nooit als je in contact komt met iemand die COVID-19 besmet is. Dus dit geeft je een beetje zekerheid om dan toch, mocht het zijn dat je besmet raakt, dat je die milde ziekte, denk ik, niet krijgt. Dus vandaar dat ik het goed vond om zelf te komen en natuurlijk uit eigen wil. Om gevaccineerd te worden. Ik ben ook aan politiek wise, looking Surinamers, zo im looking. Noas mane actie sticky, noas mane actie nek. Ik om de omastiki dat dressie vende. Dat na amoro bumboskopus am kan giwan trawan, lek misref satika initiat no tak mo dua saat. En ik heb het gedaan, kijk wat je. Mensen, wanneer we volgend jaar weer normaal die Ramadan in de masjid willen vieren, Idulfiter in de masjid willen vieren, gaat u zich vaccineren. Dat is de enige manier. Sorry, we kunnen niet anders. Dat is echt de enige manier waarop we verder dit leven een beetje kunnen normaliseren naar hoe wij dat hebben gehad. Het zal waarschijnlijk de komende 5 jaar niet precies worden zoals het was. Maar we kunnen heel veel al doen door te gaan vaccineren. Bhaiyo behna, aap is poiti lena. Aapke khatin bhala hai, aapke tandrusti khatin bhala hai. Aap aaiye is poiti aap lijiye. We zullen met corona moeten blijven leven totdat er genoeg mensen zijn gevaccineerd. En tot die dag nemen wij onze maatregelen. We houden de COVID-protocollen in acht. En ik hoop dat het gauw voorbij is. De reden waarom ik ben komen vaccineren is eigenlijk uit belang van mijn moeder. Mijn moeder woont bij mij thuis op 1 nier met hypertensie en ze is diabetes. Als ik naar school ga, kom ik terecht in een milieu waar een heleboel leerlingen geen masker dragen, omdat ze het nut ervan niet inzien. De kans is groot dat ik besmet naar huis ga en zeker mijn moeder kan besmetten in zo'n situatie. En dat is voor mij een noodzaak om te komen. Je kan niet goed ademen.
Je hebt altijd een warmte in je neus en je mond. Dus je zoekt altijd naar lucht. Dus als we die kap kunnen weghalen, dan moeten we dat doen. Maar, dan moeten we ook die spuitjes halen. En dat we kunnen vrij zijn, dat we weg kunnen doen. Dat we vrij kunnen praten met elkaar. Omdat ik terug wil naar school. En daarom wil ik gevaccineerd zijn, zodat ik mijn werk veilig kan doen. Ik zie dat als middel om mezelf te beschermen tegen het COVID-19 gebeuren. Maar zeker heb ik eerst mijn research gedaan. Ik heb heel lang even zitten aankijken, medici gesproken. Maar ik zie dat dat nu de manier is hoe we zo snel als mogelijk richting het nieuwe normaal kunnen gaan. En daar zitten we allemaal op te wachten. Als je de vaccinatie en je besmet, dan komt dat als ik nog heb, zo dat ik go in ICU of zo. Dus daarom voor alle zekerheid, dus dan met de gas spuiten. Omdat je ervan nodig dat je bent vaccineren, dat maakt kinderen om kafetasiki. En nogmaals, het maakt niet uit als je bij MPS komt. Het maakt niet uit als je bij VHP gaat. Het maakt niet uit als je bij PCS gaat. Of waar dan ook. Laten we ervoor zorgen dat we allemaal dat ik kan spuiten. En zorgen dat we faciliteren dat we het virus tegengaan. En we helpen Suriname, de gezondheidssector, toch wel een stapje bovenop te komen. Natuurlijk. Waarbij natuurlijk als wij vaccineren ervoor kunnen zorgen dat we weer naar het nieuwe normaal gaan. Mensen kunnen weer aan het werk, je kan gewoon money bakken. De kinderen kunnen weer naar school. We kunnen weer naar de winkel op normale manier. Daar gaat het om. Tekas Poiti. Dankzij vaccinatie is er minder kans dat je naar de huisarts moet of in het ziekenhuis belandt met complicaties door COVID-19. Het zorgsysteem is afgelopen jaar zwaar onder druk komen te staan door het hoge aantal coronabesmettingen en de talrijke hospitalisaties. Laat je dus vaccineren. Zo help je ook de zorgverleners die altijd klaarstaan voor jou. Zij hebben hard voor ons gewerkt, geconfronteerd met de harde realiteit. Om alles te zien is heel moeilijk, maar we zetten alles op alles om toch de juiste zorg te bieden. Al deze dingen moeten wij als zorgverleners meemaken. Gevochten en gestreden, maar machteloos overwonnen door de dood. We hebben echt zieke patiënten gehad die ook zijn te komen overlijden, helaas. Dit onmenselijk leed mag ons nooit meer overmeesteren. We willen de situatie niet meer hebben, het ligt aan ons allen. We zijn echt moe van die mondkap hoor, we zijn echt moe van die neuskap. Als de ziekenhuizen straks vol zitten, kunnen we geen mensen meer opvangen. Overal waren feesten en mensen houden zich niet aan de regels. Let goed op uzelf en op elkaar. Samen staan we sterk. Dus ik hoop dat de Surinaamse bevolking echt zich aan de regels houdt, de COVID-regels houdt. En ons meehelpen. Samen overwinnen wij COVID. Hoe werkt nu het coronavaccin? In heel wat afleveringen hebben wij de deskundigen aan het woord gelaten die er alles over hebben gezegd. Wilt u deze aflevering terugzien? Ga dan op de social media kanalen van het ministerie van Volksgezondheid, maar ook de website van het BOG. Dat is www.bogsuriname.com. Vandaag legt hoogleraar vaccinologie Cecile van Els uit hoe het vaccin werkt en gaat ze ook in op vragen over het vaccin. Er leven veel vragen over coronavaccins, over hun veiligheid, over hun werkzaamheid. En daar wil ik graag iets over vertellen. De vaccinatie zorgt ervoor dat je lichaam afweer opbouwt tegen het coronavirus. En dat kan omdat het vaccin het afweersysteem traint om het virus te herkennen en hoe het aangepakt moet worden. Dan word je dus beschermd tegen het virus. Mocht je dan toch nog COVID-19 krijgen, dan word je wel minder ziek. RNA is een molecuul dat cellen nodig hebben om een eiwit te kunnen bouwen. En het geeft aan wat de volgorde van de bouwstenen moet zijn van een eiwit. En dat is voor elk eiwit anders. En RNA-vaccins voor corona
die geven de cellen de instructie hoe ze een eiwit van het coronavirus kunnen maken. Namelijk dat eiwit wat op het jasje zit van het virus, het zogenaamde spike-eiwit. Na de vaccinatie gaan lichaamcellen op de prikplek, die gaan dat eiwit bouwen. Dus in dit geval het spike-eiwit van het coronavirus. Nou, en omdat dat eiwit lichaamsvreemd is, komt het immuunsysteem in actie. Nou, dat kost tijd, zo'n paar dagen tot 2 weken. Het resultaat is dat je afweerstoffen gaat maken, antilichamen, die het virus bij zijn jasje kunnen grijpen. Daarnaast heb je ook afweercellen die geïnfecteerde lichaamcellen kunnen opruimen. En tot slot maak je ook nog geheugencellen en die zijn belangrijk voor later. Die kunnen bij een infectie ervoor zorgen dat de respons weer heel snel op gang komt. Ja, daar zijn nu voor een aantal vaccins cijfers voor bekend. Voor een van de RNA-vaccins is bijvoorbeeld gebleken dat het voor 95% effectief is in het voorkomen van COVID-19. En als er ingezoomd werd op de groep van 65 jaar en ouder, dan was het nog steeds 94% effectief. Dus dat betekende eigenlijk dat in de testgroep die het vaccin had gekregen, dat de kans echt enorm gedaald was, zo'n 20 keer, om COVID-19 te krijgen ten opzichte van de testgroep die het vaccin niet had gekregen. En als er dan toch COVID-19 optrad, dan was het ziektebeloop milder. Over het vaccin worden er heel wat fabels de wereld in geholpen, vooral via social media. Hoogleraar vaccinologie Cecile van Els gaat in op enkele fabels. Luister goed. Zit er coronavirus in het vaccin? Er zit geen levend coronavirus in de vaccins. Wat de vaccins doen, is jouw lichaam leren hoe het coronavirus eruit ziet. En de meeste vaccins doen dat door een klein stukje van het coronavirus, zo'n heel karakteristiek stukje van het jasje, het spike-eiwit, te laten zien. En jouw immuunsysteem kan dat dan leren kennen en kan er ook een afweerreactie tegen opbouwen, waardoor je later beschermd bent als je het echte virus zou tegenkomen. Er zijn ook vaccins die wel gebruik maken van virussen, hè, dus die laten wat meer zien van het coronavirus, maar dan bevatten ze alleen afgedood virus. Je kunt dus niet besmet worden door het vaccin en je kunt ook andere mensen niet besmetten door het vaccin. Beïnvloedt het vaccin de vruchtbaarheid? Ja, die gedachtegang is de wereld ingeholpen doordat er een stofje in de vaccins zou zitten wat lichaams-eigen is en wat belangrijk is voor zwangerschap, om zwanger te kunnen zijn en om het kindje te laten groeien. Een bepaald hormoon. Maar dat hormoon zit niet in de vaccins. Dus er is geen reden om aan te nemen dat we daar een auto-immuunreactie tegen zouden opwekken en daardoor onvruchtbaar worden. Geef ik het vaccin door met de borstvoeding? Als jij gevaccineerd wordt en je geeft op dat moment borstvoeding aan je kind, dan vaccineer je niet je kind. Er komt geen vaccin in de borstvoeding. Tast het coronavaccin je eigen DNA aan? Deze vraag bestaat vooral rondom de RNA- en de DNA-vaccins. Omdat het woordje RNA, DNA een beetje die associatie oproept. Nou, ze doen dat niet. Wat ze doen is een bepaalde bouwtekening geven voor jouw lichaam om stukjes van het coronavirus te bouwen. En als die stukjes dan gebouwd zijn, dan kan jouw immuunsysteem daarnaar kijken en er een afweerreactie tegen opbouwen. Vervolgens ruim je die bouwtekening weer op. Zoals dat ook gebeurt als je bijvoorbeeld verkouden bent geweest en je hebt die bouwtekeningen van een verkoudheidsvirus gebruikt. Dus nee, jouw eigen DNA wordt niet aangetast door de vaccins. Zijn de vaccins niet te snel ontwikkeld en daardoor onveilig? Ja, ze zijn heel snel ontwikkeld, binnen een jaar. En dat is nog nooit gebeurd. Dus je kunt je afvragen, hoe kan dat? Om ze te ontwikkelen moet je een vast aantal fases doorlopen. En er moet onderzoek gedaan worden en wetenschappelijk worden aangetoond of de vaccins wel veilig zijn en of ze wel werken.
En daar kun je niet omheen. Maar er zijn 4 dingen die nu hebben gemaakt dat het toch binnen een jaar kon. En dat is eigenlijk ongelooflijk, hè? Dit is echt de verrassing van 2020. Maar het is wel gebeurd. En wat waren nou die 4 dingen? Ten eerste, er is gebruik gemaakt van alle kennis en kunde die we al hadden. Bijvoorbeeld over eerdere uitbraken met SARS en MERS. Om zo snel mogelijk vaccins te bedenken en te gaan ontwikkelen. Ten tweede zijn hele goede afspraken gemaakt wat die vaccins nou precies zouden moeten kunnen met de beoordelaars. En die beoordelaars hebben al over de schouder van de onderzoeker meegekeken en hebben daarmee tijd gewonnen. Ten derde, alle fasen van het onderzoek die doorlopen moesten worden, die zijn heel snel en efficiënt achter elkaar geplaatst. Wat in een normale situatie ook niet gebeurde, maar nu wel. Waardoor ook veel tijd is gewonnen. En ten vierde, er is ongelooflijk veel geld bij elkaar gebracht door overheden, door internationale instanties, door filantropen, om dit allemaal mogelijk te maken en om ook al vaccins te gaan produceren, terwijl we nog niet wisten of ze zouden gaan werken. En dat alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat we toch binnen een jaar al de eerste COVID-19 vaccins hebben. En zonder compromissen te sluiten over hun veiligheid of werkzaamheid. Klopt het dat je autisme kunt krijgen van vaccins? Nou, die fabel dat vaccins autisme veroorzaken is zo'n 20 jaar geleden de wereld ingeholpen door de Britse arts Andrew Wakefield. Die publiceerde in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift dat dat zo zou zijn. En daar is toen goed naar gekeken door vakgenoten en bleek dat het niet op feiten berustte en dat de data gewoon niet klopte in dat artikel. Dus het tijdschrift heeft het artikel teruggetrokken en de Britse arts is zelfs uit zijn ambt ontzet. Met vaccinatie kan je dus voorkomen dat je ernstig ziek wordt en je kan ook levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet voor jezelf alleen, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer ons oude leven kunnen oppikken. Tot de volgende keer bij het COVID-19 Journaal.